Hallo beste mensen, vandaag ben ik in Bladel bij Helma's Hair & Body. Dat is een kapsalon aan huis. Helma werkt hier alleen en vandaag ben ik hier voor een gesprek met Helma. En ik wil je vertellen dat ik voor het allereerst hier kwam in 2004. En waarom kwam ik hier? Ja, ik gaf al, nou ik denk dat ik al 20 jaar cursussen geef in de kappersbranche. Maar Helma was een van mijn eerste klanten, om het maar zo te zeggen, waar ik kwam voor een 1-op-1 gesprek. Een gesprek op maat. En nu, 2020, ben ik er weer. En ik laat je even nog meer zien van Helma. Toen ik ooit 2004 bij Helma kwam, was het haar wens om meer te doen dan alleen maar de kapsalon. Ze werkte toen nog bijna elke dag in de kapsalon, maar ze wilde meer, heel veel meer. En ze wilde ook gevarieerder. En nu heeft ze dat bereikt wat ze altijd al wilde. En Helma zal straks zelf uitleggen wat het allemaal is wat zij doet. Ja? Mensen, dit is Helma en wij staan nu boven in haar yogakamer. En toen ik de eerste keer bij je kwam, toen wilde je heel veel andere dingen naast je kappersvak. En Helma, wat daarvan heb je tot nu toe allemaal kunnen realiseren? Vertel eens even zelf. Ik heb de yogaopleiding ben ik gaan volgen naast mijn kapsalon. En heb ik 4 jaar gevolgd en ben ik les gaan geven. En ik geef nu een aantal jaren yogales in Bladel. Ik heb 2 hele mooie groepen die ik lesgeef. En dat geeft me heel veel sprongetjes in mijn hart. Vind ik heel mooi om te doen. En daarnaast ben ik ook massages gaan doen destijds. En ik ben dat uit gaan breiden met ook lange massages. Zoals je ziet hier de massagetafel. En die massages die zijn verschillend. Ik heb 3 grote verschillende massages. En ik kan dan toegevoegde waarden doen. Bijvoorbeeld met edelstenen die ik hier een paar heb liggen. En ook eventueel iets van materiaal van hout waar ik mee werk. Maar vooral werk ik met mijn eigen handen. En wat zo fijn is om inderdaad de ontspanningsmassages te geven. Maar daarnaast ook te kijken wat mensen nodig hebben als de spieren te vastzitten, om die ook nog eens even heerlijk aan te pakken. Waardoor ze helemaal na 90 minuten in een lange massage helemaal in ontspanning terug zijn. Heerlijk lijkt me dit, Helma. Maar ja. Wat die schalen die daar staan, wat is dat? Ja, ik heb dus ook klankschalen sessies die ik doe sowieso in het klein met de yoga, in de eindontspanning. En dit heb ik gevolgd om ook dit toe te kunnen voegen. En er zijn verschillende klanken. Deze is de aardse klank. Dus die wil ik heel even laten horen. Het is een diepe klank en die gebruik ik eigenlijk het meeste bij massages. En ook om met de yoga te starten met de klank. Omdat mensen dus heel veel in zijn hoofd zitten, vaak. En dat ik juist wil dat mensen naar het lichaam teruggaan, naar de voeten, naar de aarde. Dit is de aardse schaal en die zal ik 1 keer laten horen hoe die is. Het heeft een hele mooie diepe klank. En die klank die gaat als een trilling door. En trillingen heeft ook te maken met de mens. We bestaan uit 70% water. En doordat die trilling laag is, kun je ook de mens daarin helpen om inderdaad meer tot de ontspanning te komen. Maar je doet nog meer. Wat doe je dan nog? Nou, ik vind wandelen heel fijn buiten. En ik heb bedacht om eens te kijken van wat kan ik met wandelingen doen. Om mensen mee te nemen in een groepje, enthousiast. Om mee te nemen in de wandeling. Om misschien ook eens wat dingen te doen vanuit de yoga. Ik ben uitgekomen in Limburg. En daar heb ik een cursus gevolgd van 3 dagen lang. En dat heette Mindwalk. En ik heb het vernoemd naar meditatief wandelen. En ik ben het gaan doen op de natuurbegraafplaats in Esbeek.
En daar heb ik, mijn vader is daar begraven en van daaruit ben ik daar terechtgekomen. En nu heb ik één keer in de maand op zondag, de eerste zondag van de maand, op de open dag van de natuurbegraafplaats, ga ik 's morgens de meditatieve wandeling doen voor mensen. Anderhalf uur neem ik ze mee, van 11 tot 12:30, om mee te nemen in de stilte. Ik wil ze laten voelen, wat is de natuur, wat is de stilte, om juist niet te kwebbelen, maar juist in de stilte te voelen. Want wat doet dat allemaal met je? En daarnaast ook ademoefeningen doen, even observeren, stilstaan, allerlei dingetjes en bewegingen in de wandeling. Mooi. En je hebt ook nog je kapsalon. Hoe lang sta je per week nog in jouw kapsalon? Mijn kapsalon heb ik nu op donderdag verminderd. En ik sta nu nog 3 dagen in mijn salon. En ik vind die combinatie vind ik heel mooi. Een stukje kapsalon. En mijn uitgangspunt is dat ik iets wil betekenen voor de mens. Persoonlijk. Dus persoonlijk iets wil betekenen. En dat kan op allerlei manieren. En de basis is daarvan die salon nog 3 dagen. En daarnaast gecombineerd met deze dingen die ik vertel. Heel mooi, helemaal. Waar kunnen wij jou vinden? Op welke website? Noem eens even je website. Ja, ik heb 2 websites. Ik heb 1 website van Helma's Hair & Body. En dat zijn dan de dingen die ik doe dus in de salon en met de kleinere massages. Want ik heb in de salon heb ik ook hele fijne kleine massages van 1/2 uur. Of zelfs een wasmassage van 10 tot 15 minuten, waardoor mensen al heel kort eigenlijk een verkwikkende gevoel hebben in het hoofd. En de andere website is de Rama Centrum en dat is de website van Yoga Body and Mind. En dat is dan mijn yoga website en daar vind je alles van wat ik met de yoga doe. 2 avonden lesgeven en daarnaast de massages ook nog. Beste mensen, als je die website wilt zien, het staat onder deze video, heb ik het in de tekst gezet. Ja. Helma, bedankt. Ja, en dankjewel. Dankjewel. Ik kom net van Helma's Hair & Body in Bladel. Bladel ligt tussen Eindhoven en richting België. Zoals Helma al zei, wilde zij meer dan alleen maar een kapsalon. Want ze houdt van uitdagingen en ze kan zich niet voorstellen dat ze alleen maar in die kapsalon staat. Nou, inmiddels heeft ze dus een heleboel gerealiseerd, dat heeft ze net allemaal verteld. Maar ze is iets heel belangrijks vergeten. Namelijk, alles wat zij de laatste tijd doet, bijvoorbeeld het wandelen, yoga, dat gaat al steeds meer in richting coaching en advies. En zij is nu ook coaching begonnen, heel officieel. Ze heeft wat opleidingen gevolgd daarin. En ze gaat nu ook de klanten niet alleen haar aanbieden, maar ook massage, ook yoga, ook wandelingen. En die wandelingen gaan ook, dat zijn wandelingen waar je praat met elkaar, 1-op-1 of in een groep. En zij kan ook nu inmiddels mensen coachen. Precies dat wat ze wil. Dat wou ik nog even toevoegen, want dat waren we gewoon vergeten. Oké, mensen, dag.